De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten hadden gisteren een meeting met minister Regilio Dotson van Natuurlijke Hulpbronnen over de aangekondigde tariefsverhoging van de Surinaamse waterleidingmaatschappij. De VSB en de ASFA zijn van mening dat deze verhoging verregaande gevolgen zal hebben voor de consument. De SWM is bezig met het afbouwen van de overheidssubsidie en werkt aan marktconforme tarieven. Het vorig jaar werd reeds een verhoging van 60% doorgevoerd. Het gesprek met de minister was voor ons niet bevredigend, zegt Brian Renten, voorzitter van de VSB. We betalen 20 SRD nu per kubieke meter. Ik ben niet zo goed in de liters uitrekenen. Thuis betaalt u het hoogste tarief 5 SRD per kubieke meter. Dus het industrieel tarief is daarmee 4 keer zo groot als het thuistarief. Je moet het in die verhouding, het is natuurlijk sympathiek om te zeggen 2 cent en 1 cent lijkt weinig en veel, maar je moet in die verhoudingen bekijken. Dan heb ik een slotvraag, ik weet niet van die andere. Fernandes en de Parbo Bierbrouwerij, die zijn rechtstreeks aangesloten op het net van SWM, hebben wij ook begrepen. Nou is ook van plan, men van plan vanuit de SWM om ook daar een tariefsaanpassing door te voeren. Is dat ook met jullie besproken? Nou, dat weet ik niet. Weet u dat grootgebruikers zijn altijd efficiënt. Hoe meer ik gebruik, hoe lager de distributie- en productiekosten zijn voor de SWM. Dus het is eigenlijk heel onlogisch dat je dan grootgebruikers gaat afstraffen voor hun verbruik. U geniet toch ook van uw biertje en van uw softdrinks. Dat komt niet vanzelf tot stand. Daarvoor hebben we water nodig. Daar betalen we meer dan de kostprijs voor. We betalen met dit tarief het dubbele van de kostprijs van de SWM. En als ik 100% winst zou doorrekenen op mijn product, zou Paramaribo te klein zijn. Nou, en dat is nu het geval. En daarover verschillen we van mening. Dus we zullen doorpraten, maar daarom is dit gesprek onbevredigend. Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, zegt dat het de bedoeling was om over de verhoging te onderhandelen. Het bleek echter dat minister Dotson niet de intentie had om te onderhandelen. We nemen dus deze onderhandeling, of dit gesprek vanavond, nemen we mee naar de raad. Omdat we dus als platform hebben met de onderraad, de VP en op een gegeven moment ook met de president zelf, hadden we wat afspraken over hoe om te gaan met het bedrijfsleven. Wat er hier is, is er sprake is van een sterke mate van kruissubsidie. Daar zijn we falikant tegen. Die kruissubsidie kunnen we niet hebben. Dat is één. Maar ten tweede hebben we dus ook nog, en dat is zeker vanuit de ASFA hebben we geroepen, dat voor de productie je juist die tarieven moet faciliteren. Dat zijn die zaken die je moet doen voor de lokale productie. Je moet dat juist faciliteren. Je moet het niet hoger maken. Je moet het en dan ook dat het goedkoper hoeft te zijn per definitie. Je mag de kostprijs kan je berekenen zoals het hoort te zijn. Maar die heffingen die je zou nemen, neem je niet op die productie. Omdat de kosten dan in feite in een normale economie worden doorberekend. Nu kan je niet eens wat doorberekenen. Ja, wat ik vergeten ben te vragen aan uw voorganger is, er wordt gesproken over verhoging. Jullie gebruiken heel veel water. Een bier kost onder andere 15 SRD. De SWM verdient er 2 cent daaruit. Water wordt geproduceerd. Het kost al bijna 4 SRD, 1,5 liter. Wat de SWM daaruit krijgt is ook niets. En men moet ook weer werknemers, het bedrijf in stand houden. Productiebronnen moeten ongoing proces vernieuwd, hersteld worden. Is die verhoging zo zwaar naar deze bedrijven toe? Het is 100%. Die verhoging die in feite hier aan de orde is voor 83 bedrijven, productiebedrijven, is 100%. Dat is substantieel. En u praat over centjes inderdaad, maar het gaat er om het percentage van verhoging van die tarieven. En dat is substantieel. En we kunnen niet zeggen dat het niet doet. Uiteindelijk is het dus een kleine groep van bedrijven die een groter deel van de huishoudens moet subsidiëren. En ik begrijp ook eigenlijk de zorgpunten die de directeur hier heeft, gaan we zelfs meenemen naar de raad. Omdat in principe hij dus inderdaad niet uitkomt met de exploitatie zoals het zo is, zoals het nu is. Tot zover Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. De ASFA en de VSB hebben gisteren een meeting gehad met minister Regilio Dotson van NH over de aangekondigde tariefsverhoging van de Surinaamse waterleidingmaatschappij.